Mijn naam is Vincent Davids. Ik ben trendwatcher en we zien elkaar 13 mei bij Next Level ICT, waar we een sessie hebben over de trends in kantoorautomatisering, waar een ontzettende hoop aan de hand is. We geven mensen de vrijheid om hun werk te doen waar ze maar willen, hoe ze het ook maar willen. En natuurlijk zijn we bezig op de desktop, we zijn bezig op de laptop, we hebben al onze automatisering enerzijds op de desktop. We zetten het aan de andere kant in de cloud. Maar aan de andere kant is de grote trend ook dat alles op tablets beschikbaar moet zijn. Dat zijn we al gewend in ons gewone leven, maar dat gebeurt. Dat gebeurt nu ook gewoon overal op kantoor en in ICT. Want eigenlijk zijn pc's toch maar een beetje autistische apparaten. Waar je achter kruipt en waar je geen contact hebt. Je wil je handen vrij hebben en je kunt werken waar je wil. En dat willen we ook doen met de apparaten die we maar hebben. Enerzijds heb je natuurlijk gewoon de iPhone waar we nu mee werken. We hebben anderzijds hebben we ook nog gewoon het hele veilige Blackberry waar we mee bezig zijn. En je hebt ook een mooie combinatie. Je kunt tegenwoordig ook een iPhone pakken en dan ook een toetsenbordje eronder hangen. En het beheer van die apparaten. Veilig, secure, efficiënt werken, daar zijn enorme trends over. En daar willen we ook veel van leren. Want het feit dat alles in de cloud gebeurt, het feit dat we het kunnen delen, betekent dat we heel veel meer informatie hebben. En er komen heel veel meer gadgets bij. Ik loop al tijdenlang rond met een Google Glass. Wat gebeurt er als je gewoon met je handen vrij al je informatie bij je wilt kunnen krijgen? Dat laat ik 13 mei zien. Als je ook kijkt allerlei andere industrieën die enorm veranderen, dankzij het feit. Dat ICT veel meer in die Internet of Things gaan. Laten we eens even kijken naar mijn laatste gadget. Dit is mijn Tesla Model S. En als je kijkt hoe dramatisch dat anders is als auto, een elektrische auto, normaal heeft die 800 bewegende delen. Deze heeft er 17. Dus vier keer zo goedkoop, en alles aan deze auto is connected. Ik neem hem ook even mee, dat je hem even kunt gaan bekijken. Want in andere industrieën gebeurt een hele hoop waar je de zorg van kunt leren. Wie zijn de grote winnaars in deze nieuwe range van kantoorautomatisering? Wie kan het beste naar de cloud gaan? Wie kan het beste mobiliteit ondersteunen? Hoe vul je dat op een gegeven moment als ICT-afdeling op een efficiënte en effectieve manier in? Hoe zorg je ervoor dat mensen comfortabel kunnen werken, maar ook gewoon veilig en secure? En wat betekent dat voor je kosten? Dat zijn een aantal trends die ik behandel op 13 mei bij Next Level ICT. Ik zie u daar.